unpluggen waar je je eigen nametags kunt aanpassen en ook in het tabmenu een prefix, een suffix en zoveel meer kunt doen, deze plugin, die kan dat. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgian Games en vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik met de plugin NameTag Edit. En dit is eigenlijk een plugin die je toelaat om je naam aan te gaan passen in jouw tabmenu met een prefix, een suffix en zoveel meer. Maar ook als je bij iemand langskomt en je gaat zijn naam bekijken, zie je ook zijn aangepaste naam. Want deze plugin, die kan dat. Deze plugin is voor versie 1.7 tot versie 1.12.2. Je downloadt deze via het Download Now knopje, plaats deze in je plugins folder, start je server op, ik speel een versie 1.12.2. Als je de plugin hebt afgehaald van deze website, dan gaan we eens een keertje kijken op de server. Op dit moment zien jullie bij mij mijn hoofd en Jensie 1996. En ik ben gewoon nog altijd dezelfde naam. Maar ik wil het eigenlijk gaan aanpassen. En wat kunnen we allemaal doen? We kunnen oftewel bij een groep, dus bij een bepaalde groep, want ik gebruik permissions X. We hebben verschillende groepen en je kan bij een bepaalde groep een bepaalde, ja, bepaalde tekst ervoor zetten, prefix, een suffix enzovoort. Of wat je ook kunt doen is gewoon per gebruiker. Het hoofdcommando is als volgende, /nte. En dan zien we hier nte, debug, reload, convert, player, group, priority en long tags. Debug is om te debuggen, reload is om te herladen, convert is om daar de database file te gaan converten, van database naar flat file, van flat file naar database. Player is puur op de speler, group is op de groep, priority, dat is voor het zetten van welke prioriteit een nametag geeft. Want bijvoorbeeld je hebt een groep admin, een groep owner, de owner is de hoogste prioriteit en dan pas komt de admin. En dan hebben we ook nog NTE longtags, dat is als je toelaat om lange namen toe te laten. Dus dat kan je allemaal zelf kiezen. Oké, we gaan als eerste een aanpassing gaan doen bij één bepaalde gebruiker. Dat doe je met NTE, Jensie 1996 is dat bij mij, dus dat is NTE player. NTE player, dan de spelernaam, dat is Jensie 1996. Dan kan ik prefix schrijven of suffix en dan kunnen we hier onze tekst schrijven die wij willen. Bijvoorbeeld lol. En als ik dat heb gedaan, dan zien we lol, Jensie 1996. Maar op dit moment zie je nog dat het aaneen staat. Je ziet lol en dan Jensie 1996. Dus wat je kunt doen is een enkele quote gaan gebruiken. Dus een quote. En dan kunnen we een spatie zetten met nog een quote. En als je dat doet, dan zie je lol, Jensie 1996. Jens, kan ik ook kleuren gebruiken? Natuurlijk. We gaan een kleurtje zetten. Lol, Jensie 1996. Maar je ziet dus dat de naam verder ook nog gekleurd is. Dus dat kunnen we gaan resetten met de end reset. En dan zien we lol, Jensie 1996 met een prefix. Dus zo kan je heel makkelijk een prefix zetten. Maar je kan ook een suffix zetten. Dus met een suffix, dan hebben we daar achter gezet. Dan zie je lol, Jensie 1996, lol. Dus zo makkelijk kunnen we onze naam gaan aanpassen van één bepaalde gebruiker. Maar als je dit allemaal niet meer wilt hebben, dan kunnen we het volgende doen. /nte, player, Jensie 1996, clear. En dan is alles weer weggehaald. En is het gewist. We kunnen ook per groep gaan werken. Ik heb in mijn permissions X twee groepen staan. Ik heb default en admin. En bij de admin zien we als volgende dat hij ook een bepaalde permissie heeft gekregen. Hij heeft de permissie nte.admin gekregen. Dat is de permissie dat hij nodig heeft en waar ik straks ook ga bijkomen om een bepaalde soort van kleurencombinatie te kunnen krijgen. Dus hetgeen wat we als eerste kunnen gaan doen, is van bij een bepaalde groep een bepaalde prefix gaan zetten. Ik wil bijvoorbeeld bij de groep admin dat er een prefix komt met admin. Dat doen we als volgende met weer /nte. Dan doen we group add en dan kunnen we een naam meegeven, wat we eigenlijk willen van die groep. Zo maken we een nieuwe groep aan. Nu, bij mij heb ik al admin, dus admin gaat bij mij al gaan bestaan. Maar zo kan je een nieuwe groep maken. Om te zien welke lijst van groepen je hebt, kun je als volgende doen. NTE groep list. En dan zien we twee verschillende lijsten. We zien admin en moderator. Moderator staat er al standaard in en admin volgens mij ook staat er ook al standaard in. En dan zie je ook wat de permissie is, maar ook hoe het er gaat uitzien. Admin Jensen 1996 en bij de moderator is het gewoon in het groen. Ik ga me heel eventjes met permission X mee gaan toevoegen aan de groep admin. Dus ik ga eventjes dat doen, group set en dan admin. And you don't have enough permission to admin. Oké, dan moet ik het via de console gaan doen. Dat is altijd een probleem ermee.
Dan gaan we dat in de console zetten. Oké, nu ben ik normaal gezien een admin. Zoals je dus kunt zien, ben ik nu in de groep admin gekomen en ik heb ook admin. Maar je moet goed opletten dat je ook de permissie, hallo, dat is de verkeerde, dat je ook de permissie hebt juist gezet in jouw permissies plugin. Want anders kun je de naam niet te zien krijgen. Oké, dat hebben we nu al gedaan. Dan hebben we nog een paar verschillende andere commandos voor bepaalde groepen. We kunnen /nte groep doen en dan kunnen we ook de groep meegeven die we willen, bijvoorbeeld admin. En dan kunnen we een bepaalde permissie gaan meegeven wat wij willen, met perm. We kunnen ook een prefix zetten met gewoon prefix en dan daarna de tekst die je wilt. We kunnen ook een suffix meegeven als je suffix zet. We kunnen ook de prioriteit meegeven, dat doen we met priority. Dan kunnen we een prioriteit meegeven, leg ik zo dadelijk uit in de config-file. En we kunnen ook het volgende nog doen, is gewoon clear en dan kunnen we suffix of prefix meegeven. En dat gaat de suffix of de prefix gaan wissen van die bepaalde groep. Het kan ook soms zijn dat de vorige... Het kan soms zijn dat de vorige commando's niet werken en dan moet je dat in de config-file gaan doen, maar dat leg ik nog uit in de config-file zelf. Er zijn ook nog verschillende permissies die je ook nog hebt bij deze plugin en daarvoor ga ik heel eventjes naar hun GitHub-pagina. Dit zijn alle verschillende permissies die je kunt geven aan jouw gebruikers. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Oké, dan hebben we nog de verschillende config-files. Ik ga eventjes in mijn voorbereiding scrollen. En dan zijn deze config-files. Als eerste hebben we de config zelf, waar alles eigenlijk in staat. Oh, dat is de verkeerde plugin. Het was blijkbaar toch niet de verkeerde plugin. Dus hier hebben we als eerste tablist. Moet de tablijst geactiveerd worden, ja of nee? Mag men lange namen gaan gebruiken, ja of nee? Standaard staat het uit. Matrix enabled, dat is heel eenvoudig dat hij metrische data gaat doorsturen naar Spigot als jij dat wilt, of naar mcstats.org. Disable push vind ik heel gek. Mensen met een andere naam kun je niet gaan pushen. Dus bijvoorbeeld admins die je niet kan omduwen. Clear empty teams interval. Moet ik heel eventjes spiegelen als ik iets van heb opgeschreven? Nee. Dus dat weet ik dus niet echt dan. Refresh tag on world change. Als je van wereld tot wereld gaat veranderen, moet ik dan gaan refreshen van je tagname. En een refresh interval is hoe vaak dat je naam moet gaan refreshen. En dan hebben we nog een MySQL voor als je een database wilt gaan gebruiken. Dan komen we bij de groups.iml, want als we in de server gaan kijken bij nametag edit hebben we drie verschillende files. En bij de groups.iml, dat zijn de verschillende groepen die je zelf ook nog bij kunt aanmaken. Gewoon copy. En dat hieronder gewoon bijzetten. Let goed op dat je het juiste formaat gebruikt, want anders gaat het niet te goed werken. Je past deze naam aan, je geeft een permissie mee, een bepaalde prefix, een suffix en ook een prioriteit. Hoe kleiner het getal, dus eigenlijk 1 en dan 2, 3, 4, zo voort. Hoe kleiner het getal, dus 1, is de hoogste rang. Dus dat is de hoogste prioriteit. Dus hij komt ook hoger te staan in ons tablistje. Dus daar moet je goed mee opletten. En dan hebben we nog een players.iml, wat gewoon puur de data gaat bijhouden van iedere speler die op jouw server is. Zo, en dan zijn we eigenlijk op het einde van deze plugin tutorial gekomen. Het is een hele fijne en makkelijke plugin die je toelaat om heel makkelijk te laten zien in de tablijst wie een admin is. Nu, behalve als je gaat spreken, zie je dit niet, maar dit doet heel vaak een permissies plugin. Die gaat ervoor gaan zorgen dat je een eigen nametag voor gaat krijgen. Want als ik eventjes naar mijn permissies plugin ga gaan, hier staat het nu niet bij, maar je kan dan wel een bepaalde prefix gaan meegeven om ervoor te zorgen dat dat ook in jouw chat komt. Maar dan zijn we ook op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een duimpje omhoog te doen. Raak ook in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat belicoontje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!